Welkom bij weer een nieuwe Mooi en Rustig. Deze keer zijn we te gast op een landgoed in Utrecht bij het dorpje Esbeek. Het landgoed heeft zijn naam te danken aan de voormalige verzekeringsmaatschappij De Utrecht. In 1898 begon dit bedrijf om de heidevelden te ontginnen. Er bleef 400 hectare ongeveer over van het grote gebied, want in 1920 zag de maatschappij de waarde in van het natuurgebied. En er werden bossen gezet die hout leverden, onder andere voor de Zuid-Limburgse steenkolenmijnen. Een bekend plekje hier is de Bokkerijer. De meniging zal hier op deze 100% Brabantse plek wel een lunch of een bekje koffie hebben gedronken. En de Bokkerijer die is maar een kilometer af, zo ongeveer, van de Vlaas. En de Vlaas heeft een uitkijktoren en die wouden we vandaag eens gaan bekijken. Want de uitkijktoren die geeft een heel mooi uitzicht over de omgeving. Hij is gebouwd in 2011 en het zijn 8 bomen uit het landgoed zelf die op een speciale constructie in elkaar zijn gezet. En die geven een mooi overzicht over de vennetjes. En we kijken nu naar het vennetje en we zien naar de kuiveend. En ook nog een fuutje, net als een fuutje is het een duiker. Kijk, daar hebben we ze, een fuutje op de achtergrond. En de kuiveentjes die hebben we hier. En dan daar een zeg maar gewone wilde eend. Het mannetje zit het vrouwtje achterna. Tijdens het voorjaar en de zomer heeft het mannetje een mooie groene kop en een witte kraag. Na de broedtijd dan lijkt hij meer op zijn minder kleurige grijs, grauw, bruin achtige vrouwtje. Met de overwinteraars erbij verblijft elk jaar meer dan 1 miljoen van deze vogels in ons land. En hier hebben we de grauwe gans. Zo'n 40 jaar geleden was het een heel zeldzame vogel, maar deze lang niet meer. Want elke winter komen er ongeveer 500.000 hier overwinteren in Nederland. En er zijn een goede 10.000 broedparen. Met name in de Oostvaardersplassen doen ze het erg goed. En dan hier, je moet er even goed naar kijken, daar hebben we de aalscholver zitten. Dat is ook een vertrouwde bewoner van ons waterlandje. Het is een forse donkere watervogel en hij heeft een gehaakte snavel. Speciaal voor de visvangst. We zien de aalscholver vaak met uitgespreide vogels in de zon zitten. Dan wordt hij lekker warm van, want hij is ook helemaal zwart. Aalscholvers die broeden in kolonies, net als hier. Maar we hebben ook een kolonie in Biezenmortel, in de Leenputten. In Nederland zijn er zo'n 25.000 broeiparen. Ja, het volgende stukje dat bibbert een beetje, maar dan geeft zo'n aalscholver, let maar goed op, zijn jonkies wat te eten. Misschien krijgen we er ook wel de bieber van als ze het op zouden moeten eten. Wat er allemaal uit die keel komt van die oudere aalscholver. Nou, de grauwe gans zagen we al. Maar deze gans die komt van veel verder. En die heeft ook nog meer kleur. Het is namelijk de grote Canadese gans. En hij komt inderdaad uit Noord-Amerika. In de jaren 70 is hij ontsnapt uit gevangenschap. En is deze gans bekend geworden. Met name vanaf 1990 groeit het aantal met rassenschreden. Op dit moment zijn er zo'n 10.000 broedparen en zo'n 40.000 doortrekkers. Ze kijken niet zo precies als het gaat om voortplanten. Ze mixen zich graag met de kleine Canadese gans en ook nog met de brandgans. Daarom zien ze er niet allemaal hetzelfde uit. Je ziet nu alweer van die kleine gansjes rondlopen. Of zelfs de ganzen in het nest. Ze leggen 4 tot 7 eieren in hun nestje en broeden een kleine 30 dagen. Het mannetje is dan de wachter tijdens die periode. Alle eitjes komen tegelijk uit, of alle jongen komen tegelijk uit. En dan na een dag verlaten ze het nest al. Trekken, dat doen de ganzen in Canada nog wel.
want ze gaan all the way to Mexico. In Europa doen ze maar kleine stukjes aan. In Brabant is de Canadese gans de meest bekende gans. Maar de grauwe gans zie je ook steeds vaker. Het is een beschermde vogel, maar gezien de hoeveelheid schade die die kan veroorzaken, zijn er in speciale gevallen speciale regels om de gans te bestrijden. En hier hebben we een fuutje. Dat is natuurlijk een bekende vogel. Het kleed van het mannetje en het vrouwtje is in tegenstelling tot dat van de wilde eend bij allebei hetzelfde. En ze maken hun nestje vaak in het riet met zo'n 3 tot 4 jonkies. En we zien wel eens dat die jonkies op de rug zitten tijdens de eerste zwemtochtjes. Ze duiken naar eten en gaan daarbij wel 5 meter diep. Geschat wordt dat er 15.000 broedpaartjes zijn in Nederland. De vogel komt in heel Europa voor. Bekend is het prachtige baltsritueel van de fuut. En die konden wij voor u vastleggen, zei het, dat ze wel een heel eind in afstand van ons waren. Maar we willen het toch graag laten zien. En dan, we hebben hem al eens eerder gezien, tot slot van deze aflevering, de slopeend. We hebben hem in Texel ook in die aflevering van Mooi Rustig goed kunnen zien. Maar ook hier bij de vlaas laat de eend zijn gedrag zien. Snavel in het water en zoveel mogelijk slobberen. Het aantal slopeenden is de afgelopen tientallen jaren wel wat verminderd, maar het gaat gelukkig langzaamaan. De eend staat dan ook op de rode lijst van kwetsbare en beschermde vogelsoorten in Nederland. Nou, dat was er weer. Een nieuwe aflevering van Mooi en Rustig. En er komt nog een heleboel meer aan, dus hou ons in de gaten. Bedankt voor het kijken.